Ik ben als Orbit verantwoordelijk, uiteraard ook verbonden aan het bisdom. En dan hebben wij gezegd, kijk, we gaan samenwerken met Limburgs Platform voor Mensen op de Vlucht, omdat dat het orgaan is, het is eigenlijk een VZW met enkele mensen, waaronder ik, die dat wat aansturen. Maar lokaal zijn er groepen, maar ook waar ook groepen van parochies. Maar wat kunnen wij doen? Bijvoorbeeld toevallig gisteravond was er een vorming, in coronatijd, maar we zijn er toch in geslaagd, over hoe traumatische ervaringen met vluchtelingen, hoe kunnen we dat, Ah, hoe mee omgaan. We hebben een wekelijkse nieuwsbrief en dat wordt dus vrij druk gelezen, ook door mensen van OCMW. Dus dat is eigenlijk een goed medium om zo dingen te weten te komen, te vragen enzovoort. Ja. We staan als VZW daar midden in dat veld en met, denk ik, goed werk, maar ook met erkenning en respect van gemeentes, steden en andere diensten. Kun je misschien nog eens vertellen hoe die eerste ontmoeting met Shamiran en Aras was als jullie die mensen leerden kennen? Dat is dus jaren geleden. Hè, dus ik denk dat dat toen ongeveer was dat Mike geboren is, denk ik toen. Ja, Mike was net geboren, denk ik. En de jongste kindje, een zoontje, drie andere zijn meisjes. En dus Mike had dan ook wel dus, een rachitis, dus gebrek in zijn beentjes. En daar zijn we toch mee eigenlijk op stap gegaan, als het ware. Hè, dus voor een genezingsproces enerzijds, maar ook weer om een dossier in te dienen op basis van de gezondheid van een van de kinderen. Ja. Dus die twee, hè, hebben wij dan gedaan. Jullie hebben later voor een andere woning voor hen gezorgd. Ja, dus, dat is Wat heel recent. Hè. Dus de eigenaar van het huurhuis was zinnens het huis te verkopen. Trouwens, een zeer goede eigenaar hè, die zeer goed respect gehad heeft voor hen. En dan moesten zij eruit natuurlijk. En ik zei, Aras gaat maar een ander huis zoeken. Maar ik heb wellicht eentje in petto. Omdat mijn zoon had toen net een huis gekocht. En was niet zinnens om erin te wonen. Maar ik zeg, ja, Aras, gaat maar een keer zien naar andere huizen. En hij is ook gaan kijken, maar hij sloeg natuurlijk achterover van de prijs die hij moest betalen voor een huis. Ja, vier kinderen vergt toch wel een aantal slaapkamers en wat ruimte. En dus het was zeer snel in orde om in het huis. Dan zijn ze komen kijken, hè, met eerst Aras en Shamiran. Dan zijn ze komen kijken met de kinderen en ze waren dus erg enthousiast over een nieuwe woning waar we nu zitten trouwens. Hè. hoe hebben jullie meneer Wart dan leren kennen? Ja, via kerk. We waren altijd naar kerk van daar, meneer Pastoor, die weet onze situatie. Ja, ze wilde ons helpen. Die heeft ook een paar keer brief geschreven naar Brussel gestuurd om te zeggen dat christenen om helpen hier te blijven. Ja. Echt, het was heel moeilijk, zwaar. En zonder zo'n mensen ons geholpen waren. Vroeger was ik echt ziekenhuis geweest en veel problemen heb ik geweest. En die zeg ik, ik kan niet meer. Yani, het was moeilijk voor kinderen en voor mijn man altijd. Bij het begin van corona, ik zei aan Shamiran en Aras, haar man, ik zeg, blijf in die kot. En Shamiran zei, wij zitten al heel ons leven hier in ons kot. Altijd zo, als we bijvoorbeeld gaan commissariaat vragen, die wachten jaren of maanden. Of soms vreemdelingen zeggen, was 3 jaar gewacht, daarna is negatief gekomen. Yani, zo ons leven was geduurd, altijd wachten, wachten. Ja, ik heb papieren van werken 4 keer gevraagd. Ik en mijn man mogen wij werken. Ze altijd weigeren. We hebben geen. Altijd, we kunnen goed Nederland. We zijn hier gewoon kinderen naar school altijd. In middelbaar en lagere school. Ja. En wat zou je graag doen van werk? Echt, voor mij is geen probleem. Ik graag wil, omdat ik heb geen hoger diploma, ik vraag altijd poetsen. Voor mij is geen probleem, ja. Je hebt gehoord hoe zelfs Shamiran hoopvol blijft, hè? Ja. Na al die tijd, en dat verbaast mij. Ik denk dan soms, zou ik dat opbrengen? Dus die kracht, die hoop om toch maar door te zetten, door te zetten. Dus, Dat is grote hoop voor ons om hier te blijven. Ja, die kinderen hebben echt een beetje moeilijk geweest om niemand te kennen. Bijvoorbeeld als familie niet geweest. Die zijn gegroeid zonder familie.
Dat was echt moeilijk, ja. Maar voor hun toekomst, we hebben gezien, maar Irak is... Dat is geen toekomst voor hun, echt. Voor school en voor alles leven daar, ja, ja. Oké, okay, Shamiram, we gaan afsluiten. Oké, okay, dat is goed. Heel erg bedankt om je verhaal te willen vertellen. Oké, okay, dat is goed. Graag gedaan. Ook bedankt voor u voor alles. Ja. En we denken ook aan jou in ons gebed. Oké, okay, dat is goed. Dank je wel.